Hallo liefstes, hier. Mijn naam is Gael en welkom op jullie wekelijkse lezing. Ik begin mijn lezingen altijd met een tiental minuutjes astrologie, waar ik kijk wat er momenteel aan de hand is, specifiek voor jou en uiteraard voor ons allemaal. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Weet dat deze lezing goed is voor stier, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. En mocht jij interesse hebben in een online private reading met mijzelf, dan kan je mij gewoon een mailtje sturen naar gaelstarot@gmail.com. Dan is mijn e-mailadres niet duidelijk, kijk dan eventjes onderaan de video in de beschrijving. Daar kan je ook mijn gegevens terugvinden. We gaan er direct induiken, liefste stier. Op astrologisch vlak is het zeer druk om het minste mee te geven. Er zijn heel wat zaken bezig. Het is een hele drukke periode. Zal op mondiaal vlak zal er ook veel gebeuren de komende... Ja, ik voorspel weken. Zeker, ik ben naar de USA voornamelijk ook aan het kijken. Maar dat terzijde, in die korte 10 minuutjes heb ik er één specifiek aspect uitgehaald die ik wel denk dat belangrijk kan zijn voor jullie. En voor ons allemaal überhaupt. We hebben een conjunction. Wat betekent dit? Er zijn twee grote planeten die samenkomen en die hun energie uitwisselen aan elkaar en dan eigenlijk doorstromen naar ons ook. Het is een conjunction van de planeet Mars, de oorlogsgod, en de planeet Uranus, de god van bliksem, van onverwachte zaken, die nu samenkomen volgende week. Dit heet dus een conjunction. Dit gebeurt één keer om de twee jaar dat die twee grote planeten samenkomen en dit kan wel impactvol zijn voor ons allemaal en voor jouw leven uiteraard ook. Ik ga al direct de specifieke datum meegeven, want eigenlijk voelen we dit nu al. We spreken van die conjunction de volledige week vanaf 11 juli tot en met 19 juli. Maar eigenlijk zal je deze energie van Uranus en Mars samen zal je voelen de volgende weken, zelfs maanden eventueel. Hè? Ik denk dat deze samenkomst van die twee grote ervoor zal zorgen dat jij meer zin hebt in vrijheid in jouw leven. Een wens om een soort revolutiewens naar boven te komen in ieder van ons. Om te experimenteren op alle vlakken in jouw leven zelfs. Waardoor jij de eerste zeer speciale en eventueel unieke ontmoetingen kunt hebben met nieuwe personen in jouw leven. Die compleet nieuwe inzichten kunnen geven. Die kunnen een soort van een energie van een breakthrough met zich meebrengen. Dus vandaar deze twee, ik zal maar zeggen, grootheden. Mars en Uranus samen. Dat is echt een big deal. Mars is die heersende planeet van het teken van Ram en ook van Schorpioen. En wordt aanzien, zoals ik al zei, als een oorlogsgod. Maar Mars is ook die soldaat die alles achter zich laat om voor zijn doel te gaan, om voor zijn waarden op te komen, voor wie jij is ook. Dus dat is een belangrijk aspect daarvan. En als we dan Uranus hebben, Uranus is die heersende planeet van Waterman. Hè? Die rebel wordt gezien als een rebel die niet bang is om vaste waarden en situaties om te keren en te gaan revolutioneren. Dus die twee, als die samenkomen, de specifieke datum als die samenkomen is 15 juli, dan mag je wel verwachten... dat jij ergens als het ware in jouw eigen leven niet meer wenst gecontroleerd te worden. Ik denk zelfs dat wij naar een periode allemaal gaan dat jij niet meer graag zult hebben dat iemand jou vertelt wat jij hoeft te doen, wat jij wenst te doen. En ik kan dit breed trekken op mondiaal vlak. Het kan echt wel zo zijn, die hiërarchie die er heerst ook, van de leiders van de wereld die zeggen tegen ons wat wij dienen te doen, jouw baas die jou zegt in jouw leven wat jij dient te doen, jouw partner die zegt tegen jou bijvoorbeeld wat jij dient te doen, jouw moeder, jouw vader, noem maar op, gelijk wie... Dit zal wringen nu momenteel. Die vrijheid van Uranus, die wens naar boven te komen, die zullen wij nu allemaal voelen. En dat zal een zin naar verandering triggeren in elk van ons leven. Naar meer vrijheid en iets dat jou meer opwindt. Dus een belangrijk aspect van deze conjunction van die twee planeten. Nu, ik vind het een zeer mooie en positieve periode op creatief vlak ten eerste. Ik denk, jouw focus door deze energie kan meer geïntensifieerd worden op vlak van jouw creativiteit, waar dan jij jouw creatieve zijde kan in loslaten.
Maar aan de andere kant, ik moet en zal ook mededelen, Uranus, die energie die aanwezig is, die voor onverwachte zaken kan zorgen, kan er ook voor zorgen dat jij gewoon absoluut van het ene moment op het andere moment de brui wenst te geven aan iets die bestaande is in jouw leven, die al een tijdje jou frustreert. Hè? Dus zaken die ons frustreren van het verleden, die kunnen nu naar boven komen en jij kan gewoon daardoor volledig zeggen, ik hoef het niet meer. Ik zou daarbij wensen mee te geven, let op bij grote beslissingen. Probeer jouw rationele zijde ook te gebruiken. En niet enkel die getriggerde zijde nu momenteel. Hè. Ik denk ook op het vlak van daten. Kan het zijn dat je voor een compleet ander type kiest dan dat je normaal voor kiest. En ik denk dat het zelfs kan leiden tot een romance of een liefde van jouw leven. Hè. Heel, heel, heel intensieve energie. En waarom zeg ik dit? De planeet Venus komt ook in het spel. De planeet van de liefde, die ontwaakt nu momenteel. Die heeft de voorbije maanden in de zon gegaan, in de schaduwzijde van de zon. Wat bedoel ik daar nu mee? Venus was voor ons hier op aarde eventjes niet zichtbaar. Waarom? Ze hangde heel dicht bij de zon en dan hangt ze als het ware in de zonnestralen. Dan kunnen wij haar gewoon niet zien. Die zonnestralen van de zon zelf zijn te groot, te breed. En dan is Venus niet zichtbaar. Maar vanaf nu wordt Venus terug zichtbaar. Ze ontwaakt als het ware, want ze komt in het teken van leeuw te staan. En dat is belangrijk, want leeuw is een zeer gepassioneerd teken. Dus als Venus, de planeet van de liefde, in een passieteken staat, ja, dat is vuur en vuur, dan kan je niet anders dan direct daarvan uit afleiden dat er vuurpassie in ons naar boven terug zal komen. Wij gaan ons meer gepassioneerd nu voelen. Voor de ene kan dat op creatief vlak zijn. Voor de andere kan dat op romantisch vlak zijn. Dat is een zeer belangrijke. En wat ik dan ook nog eens zie, Venus staat nu momenteel recht tegenover Pluto, die in Waterman staat. Als die twee contact maken, dan zal je zien ja, dat bepaalde zaken in bestaande relaties, en dan spreek ik over één op één relaties, dan spreek ik over romantische relaties, dan spreek ik over werk-job gerelateerde relaties, maakt niet uit, allemaal één op één relaties. Pluto houdt ervan van zaken naar de oppervlakte te brengen. Goed of kwaad, dat maakt niet uit. Slecht of goed, dat maakt niet uit. Maar hij houdt ervan om die zaken die weggedoken waren, die onder de oppervlakte lagen, ze naar boven te laten komen. En ik denk dat dat voor velen op romantisch vlak zal zijn. Dus zaken, schaduwaspecten in bepaalde relaties kunnen nu terug naar boven komen. Wat bedoel ik daarmee? Schaduwaspecten zijn zaken die niet opgelost geweest zijn vanuit het verleden. Die zaken kunnen nu terug naar de oppervlakte komen. Ja, en dan als je nog eens die energie van Mars en Uranus daar bovenop hebt, dan zal het kiezen zijn bij die zaken. Tussen iets oplossen in bepaalde huidige bestaande relaties of gewoon volledig kiezen voor een andere richting waar jij wenst uit te gaan. Er is geen grijze zone momenteel. Het is links of rechts. En dat zal uiteraard voor iedereen anders zijn. Hè? Ik zeg altijd, vergeet niet dat jij de chauffeur, de bestuurder bent van jouw eigen leven. Jij maakt zelf jouw keuze. Ik kan jou wel nu al meegeven dat er een heel mooie ondersteuning is om te transformeren in jouw leven. Om iets te veranderen waar jij verandering wenst te hebben. Daarvoor zitten de energieën heel mooi. Wat dit voor jou zal zijn, dat laat ik in het midden. Oké? Okay? En dan voor jullie specifieke liefste stier, kijk, jouw eerste huis wordt belicht. Zeker voor stier in ascendant. Hè. Dat zal altijd het meeste correleren met de lezing, maar kijk je voor stier in zonteken, zal het eerder gaan over hoe jij jou uit naar de buitenwereld, hoe jij jouw aanzien bijvoorbeeld, ook jouw job, jouw carrière kan transformeren nu. Hoe jij kijkt naar andere mensen, hoe mensen kijken naar jou, deze zaken. Jouw maanteken in stier heeft meer betekenis op jouw emoties, jouw emotionele manier van verwerken, jouw moederzijde ook als het ware, oké? Okay? Maar sowieso voor alle stieren, zon, maan of ascendant, deze transit heeft te maken met jou. Jouw identiteit, wie jij bent en waar jij voor staat ook. En ik denk dat deze conjunction van Mars en Uranus kan jou aanmoedigen om jouw meer unieke zijde van jouw persoonlijkheid, om die meer naar boven te laten komen. Ik denk ook dat je als het ware een soort van afscheid kunt nemen van slechte gewoontes vanuit het verleden. Dat is die afronding van het 12e huis nu momenteel.
Weet ook, kijk, hè, bij jullie zeer specifiek, Mars regeert ook jouw zevende huis. Jouw zevende huis spreekt over relaties. Dus romantische relaties, zoals ik al zei, één op één relaties. Dit kan voor velen een periode zijn onder jullie waarin je een breakthrough hebt in jouw huidige bestaande relatie of letterlijk een break-up. Het is één van de twee bij jullie. Ja. Die impact van deze transit is in jullie teken, dus jullie zullen dit het meeste ook voelen. Wij voelen dit allemaal, maar bij jullie zal het meeste aanwezig zijn. Dus ik denk ook, liefste Sier, als jij het gevoel hebt dat jouw huidige bestaande relatie jou tegenhoudt, dan zal jij er wellicht wel de brui aan geven. Die unieke zijde van jou, jouw persoonlijkheid, wenst naar boven te komen. En jij laat jou niet meer tegenhouden nu. Dus ik denk dat er hier verandering aan zit te komen voor velen onder jullie. Ik denk gewoon bepaalde aspecten die niet meer overeenkomen met jouw identiteit, wie jij bent, hoe jij je wenst te uiten, hoe jij in het leven wenst te staan, wat jij wenst voor jouzelf. Als het niet meer overeenkomt in bestaande relaties, dan geef jij daar nu momenteel de brui aan. Als je kiest om zaken anders te gaan aanpakken in jouw relatie, dan kan je misschien zelfs een breakthrough moment hebben. Dus dat is voor elke een onder jullie zal dit anders zijn. En ik denk ook met het eerste huis die belicht wordt, dan velen onder jullie nu ook meer aandacht kunnen geven, letterlijk aan jullie lichaam. Het eerste huis is ook jouw lichaam, hoe je eruit ziet. Haren bijvoorbeeld, veel onder jullie kunnen een andere kapsel bijvoorbeeld aangaan. Veel onder jullie kunnen zeggen, oké, nee, nu is het tijd dat ik meer naar de fitness begin te gaan. Dus je gaat meer gaan aandacht besteden aan je lichaam of wat je eet of wat je drinkt, ook als het ware. Dat zijn de belangrijkste aspecten wat ik voor jullie kan meegeven nu momenteel op astrologisch vlak. En ik denk wel dat het een grote boterham is. Ik spring heel graag over naar de tarotkaarten zelf. Blijf gerust zitten. Hè. Ik begin altijd mijn lezingen met enkele orakelkaarten. Die leggen heel mooi de basis, komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Wat dien ik nog te zeggen? Ik geef nog graag mee voor degenen die nieuw zijn dat ik tweetalig ben. Ik ben Vlaamse, maar ik ben ook Brits. En daardoor connecteer ik luidop in het Engels met mijn kaarten. Dus je zal mij wat Engels horen spreken. Daarom, ik denk, als je mij de eerste keer hoort, kan dat misschien wel raar lijken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik zal ze direct vertalen, verklaren voor jullie. Dat is zowel alles wat ik nog dien te zeggen. Slokje water voor ik eraan begin. Oké, ik ga met dit deck beginnen. Here we go. Alright. Show me what I need to know, please. For Taurus, for the collective. Any general messages, please, for Taurus, for the collective. Okay, show me what else I need to know, please, for the collective, for Taurus. Anything else, please, for Taurus, for the collective. Nee, krijg maar één boodschap. Ik heb de Goblins, nummer 5. Ik ga me eventjes uit het boekje wel eens voorlezen, want ik denk dat hij te belangrijk is. Dat ik zeker geen boodschappen oversla. Oh, mooi. Kijk, nummer 5, de Goblins. 5 is verandering, liefste stier. Fear is an illusion. Dus angst is een illusie. Choose love today. Kies liefde vandaag. Forgive yourself and others. De kaart spreekt over, if the goblins pay you a visit, know that they represent the shadow of your own self or someone else's, and they are leading you into a potential reactive situation. A goblin card appears if an opportunity for growth, however, a signal that you must love yourself. Het is een kaart die vraagt om aan zelfliefde te doen. Hè. Het is een kaart die echt wel aantoont dat jij aan het groeien bent en dat er verandering op jouw pad aan het komen is. Miracles can and do happen. Let go of negativity. Die goblins zijn kleine zaken die in het hoofd aan het rondmalen zijn ook. Als jij voelt dat jij te veel aan het malen bent en dat negatief kan zijn, probeer dit los te laten. Miracles can happen. Fantastische kaart om mee te beginnen. Oké, het volgende deck.
Ik weet nooit op voorhand welk dek ik zal gebruiken. Oké, okay, show me what else I need to know, please, for Taurus, for the collector. Any general messages, please, for the collector. Show me what I need to know, please. Show me what I need to know, please, for Taurus, for the collector. Thank you. Anything else? Thank you. En dan vliegen ze er mooi uit. Oké. Okay. Savoring pleasure. Dat is die positieve kant van het leven. Hè? I fully embrace bliss in my life. Het is een kaart die zegt eigenlijk op alle vlakken is dat jij positieve zaken in jouw leven toelaat. Laat het ook toe. Als er iets op jouw pad komt, laat het toe. Wat jij wenst ook, laat het ook toe. Probeer die negatieve zijde die jou eventueel, die goblins, die kleine wezentjes die hier huurvrij leven in ons hoofd, probeer deze los te laten. En geniet ook bovenal van het leven. En zijn kleine processen. En is dat een bad niet? Neem een bad. Is dat een lekker glaasje wijn drinken? Drink een lekker glaasje wijn met moderatie. I fully embrace bliss in my life. Bliss is de vreugde die in jouw leven kan komen. Hè? Ontvang het ook dan. Hè? Vraagt deze kaart. En dan heb ik een manifesteringskaart. Manifesting dreams. My dreams are coming through. Ik zal hem eens tonen aan jullie. Ik denk dat jullie ergens wel op weg zijn om vruchten van de bomen te kunnen plukken en in een grote mand te kunnen steken. Dat toont mij aan dat velen onder jullie al een lange weg afgelegd hebben. En dat jullie echt wel op een eindpunt nu staan om bepaalde dromen in vervulling te kunnen laten komen. En dan eindelijk die grote mand met vruchten te kunnen hebben. Je hebt die van de bomen kunnen gaan plukken. My dreams are coming true. Mooie kaart. Dus wat jij wenst, wat jouw hoop en jouw dromen zijn. Ja, voor velen onder jullie kan dit nu uitkomen. Dit zal wel bepaling. Ik denk wel dat er keuzes zullen nu gemaakt worden in het leven onder velen van ons allemaal. Niet enkel bij jullie liefste stier, maar voor ons allemaal. Hè. My dreams are coming true. Fantastisch. Oké, okay, volgende deck. Show me what else I need to know, please. Thank you. Oeh, mooi. Oké, okay, what else, please? What else do I need to know for Taurus? Anything else, please, for the collective? Ja, mooi. Kijk, hou het simpel, liefste sier. Er wordt gevraagd aan jou om bepaalde zaken simpel te houden. Zeker bij het over nadenken. Hè? Te veel nadenken. Nee, vraag de kaarten. Hou het simpel. Probeer te genieten van de tijden waarin jij nu leeft. Hè? De tijden waarin jij bepaalde dromen aan het manifesteren bent. En daarin zit het potentieel. Zie ook het potentieel van een bepaalde situatie. Hè? Zie ook dit potentieel. Hier zie je een vulkaan. Hè? Die staat te exploderen. Dat is Uranus-energie. Hè? Bij Uranus zien wij vaak ook dat bepaalde zaken exploderen, onverwacht kunnen komen. Zie dit als iets potentieel in jouw leven. Dat zijn de kaarten, ik kan dat niet uitvinden. Mooi. Dit correleert heel mooi. Hè? Welk dek zal ik er nog bij nemen? Oké, okay. Een dierendek. Oké, okay. Show me what else. Hoppa. Ik heb twee kaarten voor jullie. De panter, kom weer terug in jouw kracht. En de buffel, het universum is overvloedig en vrijgevig. Ja, mooi. Kom in jouw krachten, en de panter. Het is nummer 7. En de buffel, het universum is overvloedig en vrijgevig. Het universum is in de energie, in de astrologische energie ook. Hè. Het zijn de energieën dat wij achtervragen, dat wij omvragen. Hè. Het is overvloedig. Wens jij iets aan te trekken in jouw leven, vraag erom. En dan, geloof mij, bepaalde zaken komen op jouw pad. Oké? Okay? Heel mooi om te zien. En kom in jouw kracht te staan, hè? Liefste stier. Ik ga deze even correct leggen, want ze lagen niet goed. Kom in jouw kracht te staan, dus ook het potentieel zien in bepaalde zaken. Hè? Laat je die goblins, laat die zijde, laat dat jou niet wegtrekken van heel veel potentieel in jouw leven. En ik ga daar echt benadrukken, die goblins, oké? Okay? Miracles can come true, zei het boekje. Fantastisch, toch? Oké. Okay. Last card. Show me what else I need to know, please. For Taurus, for the collector.
Last oracle card. Show me what I need to know, please, for the collective. Thank you. Mm-hmm. En ook die zal ik lezen voor jullie. Waar is dat boekje? Daar. The Jeweled Web Connectivity. Nummer 32 is nummer 5. Dat is terug een nummer van verandering. Hè? Ik zal de meeste stolen, hè. Dat is een hele lange tekst altijd vanuit dit boekje. Daarom, ik zal er niet alles uit voortlezen. You're asking whether you will reach a desired goal of some kind. Je bent je aan het afvragen of je een bepaald doel zult bereiken. You're rarely able to see beyond memory or projection. And so naturally everyone comes to the oracle with a narrow perspective of what's possible. Imagine, blah, 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 dat is te lang hoor. Take your focus off getting anywhere. Practice feeling and being in place where you desire experience has already come to pass. Ja, het is een kaart die vraagt om meer in het nu te leven. Meer aan te voelen wat er allemaal gaande is rond jou. Kijk, het is een web van connectivity. Dus connecteren met de energieën hier nu momenteel rond je. Die kaart zegt, probeer niet altijd naar die richting van die toekomst te gaan. En continu die toekomst voor ogen te hebben. Dat is fantastisch om iets te manifesteren in jouw leven. Maar ondertussen dien jij wel te genieten van de connecties die jij maakt. Dien jij wel te genieten van een bepaald proces in jouw leven. Die connecties die wij op dagelijkse basis hebben met de mensen rond ons. Gedurende een proces die jij aan het behalen bent om iets te bereiken in jouw leven. Want dit doel is gezet, daar ben ik zeker voor. Dus het is een kaart die vraagt om op een andere manier in het nu te staan. Meer leven, meer plezier maken. Savoring, pleasure. Oké. Dubbele boodschap daarvoor, enkele. Sorry dat het zo lang duurde hoor, want dat is altijd een hele lange tekst. Oké, here we go. Ik neem de tarotkaarten erbij. Ik zal algemene boodschappen voor jullie nemen. Zijn kaarten die eruit flippen. En dan enkele die nodig zijn, zal ik nog verklaren. Met een tweede deck die klaar staat. Oké, here we go. Show me what I need to know, please. For Soros, for the collective. Thank you. Any general messages? Any general messages, please, for Taurus, for the collective, please. Anything?